Ja, dat is... Dat, ja, jezus. Jongens. Ja, Ricardo, ik heb een beetje hetzelfde idee. Dus, ik snap dat het natuurlijk het belangrijk is om erover te... Ja, nou, om erover te praten. Ja. Ja. Zwaar, man. Je frietjes zijn koud. Nou, daar zou ik ook depri van worden. Hoe heb je vrolijk van? Ah, je kan ze, yes, je kan ze opwarmen in de oven, hè? Dan heb je ovenfriet en zo. Dat schijnt best lekker te zijn. Ook een idee. Het is in ieder geval een stukje warmer. Terug in de frituurpan niet natuurlijk, hè? Je kan je doen, maar ik denk niet dat heel goed voor je friet is. Nee. Niet gezond, maar kan wel, ja. Als je wil dat ze er zwart uitkomen, dan moet je een verhaal doen. Dat is die. Als we het natuurlijk aan zijn. Gaat toch eens dood? Nou ja. Toen ik met je eten je zout op de patat en ik mag niet zoveel zout. Hè. Dat is vervelend. Dat is, daar word je niet vrolijk van, nee. Dat kan ik begrijpen. Ik heb ook altijd veel te veel zout op. Zout hoeft niet eens op een pad. Hoeft niet, is wel echt. Nee, ik heb een tijd echt zout moeten eten, omdat ik aan een lage bloeddruk zat. En als ik dat niet deed, dan ging ik van mijn stokje af. Dat is ook niet... Gelukkig ben ik daarvan af. Ik ben toen wel dikker geworden. Nee, dat is ook niet fijn, nee. Ik ben blij dat ik op dit moment goed bezig ben met afvallen. Ja, Ricardo, dat bedoel ik inderdaad. Maar ik hou er veel zout voor vast en dat is niet goed voor de gewrichten. Nee. Je hebt het voor me, ja. Ik ga daar later nog wel kijken. Ik ben nu heel even bezig als je het niet erg vindt. Oké. Dat weet ik dus niet. Ja, wacht even. Ah, clever. Zurk, deel het maar via Skype, dan zie ik het later wel trouwens. Hey, Sandyman, bijvoorbeeld als favor. Nou, laat ik het zo zeggen, je wordt er niet heel vrolijk van. Echt even, een redelijk misselijk gevoel van, een beetje. En ineens word je wakker zonder dat je, dus dat je even ziet van wat, ja. Van what happened? Oh my god. I cannot remember. Die pijn. Nou, laat ik het zo zeggen. Als je rechtop staat en je valt met je achterhoofd op de grond. Dat doet wel pijn.
freaking hoofdpijn. Jezus. Maar het is een heel raar gevoel. Het is in ieder geval een gevoel waar je niet vrolijk van wordt. Maar dat denk ik dat ik dat ineens niet hoef uit te leggen. En even kijken, want hoezo moet je afvallen? Nou, ik ben ik weet niet, ik heb een buikje tijd lang gegeten. En ik ben blij dat ik dat inmiddels aan het aftrainen ben. Ik weet niet. Ja, het zit wat lekkerder. Nee, maar ik zat... dat ook wel. Het is natuurlijk maar net wat je onder te zwaar rekent. Ik zat op een gegeven moment, zat ik... aan de 105 kilo of zo. Ja, dat is gewoon echt te veel. Eigenlijk de meeste mensen verwachten het niet eens. De meeste mensen schatten wij 80 kilo in. Ja, dat is inderdaad wel veel, ja. Doe ik het goed? No. Daar was ik al bang voor. Jee. Hallo. Dan doe het nog eens normaal. Dat is bijna twee keer mijn gewicht. Oké, en dat was episch. Zurk, ik weet het. Zoals ik net al zei, meer mensen die schatten mij hooguit 80. Maar... echt zo zwaar geweest. Inmiddels zit ik op 95. Ik ben alweer 10 kilo kwijt. Dus... daar ben ik dan wel weer blij mee. Zo stom. Goed bezig. Ja, zeker. Dank je jongens. Thanks voor de support. In ieder geval voor... hè? Je snapt wat ik bedoel. Praat is moeilijk als je gecomplimenteerd wordt. Ga maar naast je schoenen lopen en zo. Wacht even, moet dat ding nou niet open gaan of zo? Vaak die trintjes spieren. Nee, ik ga niks zeggen. Ja, racing, dat is echt ongezond. What the hell? Hoe dan? Is het hier wat afgevallen? Nou, je mag het graag voor mij hebben, hoor. Af en toe goed op en neer schudden met dat ding. Oh. Jee, spinnetjes. Overal spinnen. Je loopt maar iedere keer te whatsappen. Doe normaal. Ik wil geen trillende broekzak. Ik weet dat dat echt heel raar klinkt volgens mij. Je bent precies als je vader. Ja, dat hoor ik ook wel eens vaker. Ja, mijn vader was ook een hele grote, stevige meneer. Of nee, is nog steeds. Ja, hij trilt in mijn broekzak. Ja, hou hem! Ik ga eens even kijken. Nou, het is nu niet eens interessant. Nou, joepie. Weg ermee. Mijn vader is... Hou het even normaal. Het is nog steeds geen 10 uur geweest. Ah.
Dit gaat te ver, zeggen we dan altijd maar. Oh ja. Nou, dat hielp niet echt. Zoals moet je wel vergelijken. Yes. Switch van mijn account niet laden. Ja, dat is best wel vervelend volgens mij. Ja, dat is weer zo'n leuke puzzel. Ja, Twitch doet een beetje moeilijk, had ik net het idee. Het is heel veel moeite met pagina's laden. Dat had ik net ook al gezien. Oh. I see what I need to do there. Lololololo. De ene pot niet op de andere gooien. Nee, je hebt een derde nodig. Waarom ben je trots op jezelf, Dan? Dat wil ik wel eens weten. Die andere pot gooien, dat gaat niet... Ja, Twitch is even heel raar bezig. Dit gaat nou natuurlijk niet werken, of wel? Yes! Waarschijnlijk moet je dit doen. Wee! Ah! Dat is niet aardig. Doe het zo. Werk nou eens gewoon mee! Ga erop! Ja, ah, dat is mooi. Kijk, dit is het. Doodsbang vernaald met twee tattoos. Ja, dan mag je best trots op jezelf zijn. Daar ben ik het wel mee eens. Rage mode activated. Ik ben niet bang voor naalden. Maar ik heb ook geen tattoos. Ik hoop die nog wel ooit een keer te nemen als ik geld heb en zo. Au, god. Mon dieu. Nou, hier kan ik al niks. Nick co-host, ja, sure, why not eigenlijk. Ik ga nog even deze gastjes afmaken en dan... Bloedprikken volgen, die moeten we echt vasthouden. Ik moet eerlijk zeggen, met bloedprikken kijk ik ook niet, maar dat heeft niet te maken voor de naald, zeg maar. Ik ga trouwens even, we gaan een kokon erin zetten. Kijk, Jess, kan ik je bellen? Optie. Je hebt eigenlijk wel een goed punt. Jess? Zal ik je bellen? Oh, wacht, sorry. Raging, Robin. Oeps. Faal. Ja, Robin, zal ik je bellen? Oeps, faal. Ja, okay. Cool. Yo. Hello? Where are you? Okay. Robin? Je bent er wel mee. Ja. Ja, mijn microfoon. Ik haat hem. Ah, daar is hij. Oh,
zitten. Hoe is het allemaal met jou, Robin? Goed, met jou. Ja, lekker hè.